Jongere mensen, tof dat jullie kijken naar Groen Nieuwe Maak nou Games Review. En in deze video gaan wij een BenQ monitor unboxen. Dus let's fucking go, jongens. Let's fucking go. Zo mensen, ik heb hier een gigantisch pakketje staan. Fucking dit grote pakketje, jongen. Wauw. Dit ding is echt mokergroot, dus laten we hem gewoon uit gaan pakken. Ik heb hier een mooi Messi, dus let's fucking go, jongens. Zoals je kan zien is het pakketje van Coolblue. Dus ja, laten we hem gewoon openmaken. Ik heb hier een mooi sappig mesje, dus let's go. Dit was één kant. Oké, kan die nu al open? Oh nee, hier zit nog iets. Hots. Even serieus. What the fuck? Oh, hier zit zo'n ding. Hij moet zo open, jongens. What the fuck? Even zien. Zo mensen, dit zit natuurlijk in het pakketje. En het zit allemaal van het bubbeltjes plastic in. Dus hot. Weg daarmee. En ja, hier zit natuurlijk het pakketje in waar het om draait. Ik heb er twee. En deze is voor mijn verjaardag. Ik heb van deze monitor twee besteld. En eentje is voor mijn verjaardag. Die ik dus over een maandje ongeveer mag gebruiken. Ik had net niet genoeg geld voor twee monitoren. Maar ik dacht zo van, hè, stel dat je er eentje koopt. En is over maand gewoon niet meer beschikbaar. Dan heb je weer twee verschillende. Dus ik vroeg, mijn stiefvader kwam op het idee. Dan kan je de één voor je verjaardag doen. En dan heb je alsnog twee. Alleen deze kan ik dus helaas nu nog niet gebruiken. Maar we gaan natuurlijk de tweede gewoon laten zien en alles. Dus let's go, let's go. Bing. Deze eruit. En de dozen flikken we aan de kant. We gaan nu natuurlijk de monitor openen, dus ik pak mijn mooie Messi er weer bij. En het is trouwens een BenQ monitor. Ik zal het linkje in de beschrijving zetten van welke ik heb gekocht. Dus ja, we gaan deze gewoon mooi openen. Want ik dacht zo van, ik heb nu drie monitoren en twee daarvan zijn niet echt mooi en zo. Dus ik dacht van, ik wil graag twee mooie nieuwe die ook een beetje bij mijn main monitor passen. En ja, ik vond deze en ik wou altijd wel een BenQ monitor hebben. Dus ik dacht van, perfect. En ja, hij kostte maar 119 euro. Dus ik dacht van, dit is een good one. Trouwens, hij is 24 inch. Deze doos is koude groot trouwens. En ja, laten we maar openmaken aan de bovenkant. Zoals je altijd in elk pakketje hebt, zitten er wel piepschuim in. Dus ja, let's make it out. Oh, werkt hij toch licht, joh. Diepschuim. Duimpie. Oké. Nou, wat we hier dus allemaal hebben is de schoen natuurlijk waar die op staat. En ja, die ziet er best wel vet uit. Ik zal hem even laten zien. Kijk, wauw. Dit is de voet die erin zit. Er zit ook een mooie schroefje aan de onderkant in, hier. Dus ja, dit ziet er gewoon, hij ziet er gewoon fucking mooi uit. Check dit, dit is gewoon ziek. Nou, hier hebben we een mooi HDMI-kabel natuurlijk voor die je PC gaat op PlayStation. Zodat je überhaupt het beeld hebt. Logisch. Nuts. Nou, cd'tje. Leuk. Natuurlijk nog meer kabels. Deze komt natuurlijk voor in je PC, zodat je ook beeld hebt. Dus die is voor je PlayStation waarschijnlijk. Wat de heck is dit? Oh! Is natuurlijk de voet. Mooi, dan gaan we die even in elkaar zetten. Perfect. Mooi. Oké, de voet staat. Oh ja, oh shit. Dit is trouwens de powerkabel die er ook bij zit. Voor überhaupt dat je stroom hebt. En hier hebben we hem, jongens. Prachtig beeld. Holy damn. Volgens mij hebben we hem op de kop, of niet? Ja, ik heb hem op de kop. Let's go. Oh mijn god. Mijn hele fucking bed ligt onder het piepschuim, jongen. You real? Oh my god. Oh my god, zie deze beeldscherm, jongen. Zie deze beeldscherm, jongen. Holy shit. En dit is maar 24 inch, hè. Hij ziet echt fucking groot uit. Kijk maar, hij ziet echt sick uit. En damn, dit is echt ziek natuurlijk. Natuurlijk, hier heb je het BenQ logo hier al. En op de achterkant, als je hem goed kan zien, hier ook met een mooi folietje. Wauw. Oké. Ik ga nu alles in elkaar zetten en dan laat ik zo zien hoe het bij mijn setup ziet. En ik ga niet mijn hele setup laten zien, want daar wil ik een aparte video van gaan maken als ik twee van deze heb. Dus ja, we gaan gewoon dit in elkaar zetten en dan zeg ik tot zo meteen. Tot zo.
ik heb alles klaarstaan. Dit was natuurlijk mijn oude monitor die nu is vervangen. Dit ding is ook eigenlijk echt veel, echt insane zwaar. Dit ding is gewoon een koelkast. Kijk, dit is de rand gewoon. En ik was wel blij dat ik die kon lenen. Want ja, ik heb er wel veel, profijt van gehad. Want hier had ik altijd de chat op staan tijdens streamen. En ik vind het gewoon chill om natuurlijk 3 beeldschermen te hebben in plaats van 1. Want dan is het gewoon moeilijker streamen. Dus ja, super tof dat je me hebt geholpen, monitor. Maar mijn echte nieuwe monitor waar ik echt blij mee ben is... BIM! Staat er de BenQ monitor natuurlijk. Hier BenQ met de mooie zonderen trekker erop. Poh. En ja, hij past gewoon echt vet goed bij mijn eigen main monitor. Je ziet wel dat deze ietsjes lager is, maar ik vind dat niet heel erg. Het ziet er gewoon wat cleaner uit. 2 zwarte monitoren in plaats van zo'n grijze. Ik ga niet heel veel van mijn setup laten zien, want die komt nog in mijn video. En ja, oh kut, hier zit nog een stickertje. Even die eraf halen. Hey, ga eraf, joh. Oh, dit is echt zo'n stevig geplakt ding. Nou, boom. Perfect natuurlijk. Ziet gewoon super tof uit. Natuurlijk heb ik hier nog een iets minder mooie monitor. Maar hier komt dus ook die te staan. Dus dan heb ik gewoon 2. Of heb ik gewoon 3 vet grote, echt gewoon een zieke monitor. Dit is een 24 inch monitor trouwens, voor de mensen die het willen weten. En je ziet ook dat deze groter is. Dit is een 27 inch monitor. En ja, ik ben gewoon blij mee dat ik nu een iets grotere bij heb. En wat mooiere. En ik ben ook blij dat die hier straks komt. En ja, dan is dit mijn monitor setup tot nu toe. En het ziet gewoon super ziek uit. Natuurlijk een mooie softboxie erboven. En ja, de setup tour video komt ooit nog wel online. Als ik hier een nieuwe monitor heb staan, ga ik een setup tour maken. Dus ik wil jullie echt super hard bedanken voor dat jullie deze video hebben gekeken. Ik vond het super tof om natuurlijk een keer een unboxing video te maken. Ik heb het niet vaak gedaan. Maar hopelijk vonden jullie deze video leuk. Vergeet dan zeker een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal en natuurlijk een reactie wordt altijd gewaardeerd. Dus dan zeg ik tot bij de volgende video, jongens. Later, mensen.